Oké. Dus je bent ondernemer met een mooie zaak, tevreden personeel en toffe klanten. Je accountant heeft daarom een holding met onder andere je pensioen en spaargeld en een aantal werk-BV's opgericht. Helaas blijkt dat het met één van de BV's helemaal niet zo goed gaat. Die gaat zelfs failliet. Opeens willen de bank, de belastingdienst en vooral de curator heel veel geld van je hebben. Je krijgt dan allerlei moeilijke dingen te horen over subrogatie, 29 lid 2 OB en Actio Pauliana. Daar blijkt zelfs je accountant geen verstand van te hebben. Sterker nog, je holding is helemaal niet zo goed beschermd als je eigenlijk dacht. Hoe zorg je er nou toch voor dat jij, je personeel en klanten niet alles kwijtraken? Boom! Dit is de faillissementsverzekering. Het is bedoeld om je onderneming te beschermen in geval van faillissement. Voor een vast bedrag gaan wij jouw onderneming beoordelen en kijken wat de risico's zijn, mocht het misgaan. Vervolgens passen we de structuur van de onderneming aan en stellen we allemaal ingewikkelde akten op. Mocht er dan een BV failliet gaan, dan is de holding beschermd en kan je misschien zelfs een doorstart maken. Zo kan je onderneming blijven voortbestaan. Goed voor jou, je personeel en je klanten. De faillissementsverzekering. Een faillissement is niet het einde.